Goedemorgen Suriname en de rest van de wereld. Dit is RTV 48 met het nieuws van zondag 7 juli. Hoofdpunten: Staatsolie investeert in gezondheidszorg via Nationaal Herstelplan Zorg. Staatsolie heeft via de Staatsolie Foundation for Community Development 1 miljoen USD gereserveerd voor drie projecten bij het Diakonessenhuis, waaronder apparatuur voor kinder- en oncologische zorg en een geavanceerd operatiesysteem. In totaal zijn 24 projecten gefinancierd bij verschillende gezondheidsinstellingen in Suriname. Opschone Saramaka-kanaal verloopt vlot. Het schoonmaken van het Saramaka-kanaal vordert goed. Het project, gefinancierd door een lening van 35 miljoen USD van de Wereldbank, is gericht op het verbeteren van het kanaalsysteem om overstromingen in Groot-Paramaribo te voorkomen. De oplevering wordt eind deze maand verwacht. Alice Amafo herkozen als voorzitter VVD. Alice Amafo is opnieuw verkozen als voorzitter van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie. Amafo bekritiseerde de traditionele politiek en benadrukte de noodzaak van vernieuwing. Het nieuwe bestuur is ook gepresenteerd. Adin vindt oneerlijke registratie compensatie landbouwers onacceptabel. Chetram Adin bekritiseert landbouwers die zich onterecht registreren voor compensatie wat de werkelijke landbouwers benadeelt. Hij roept de regering op om het registratieproces te onderzoeken en de juiste mensen te compenseren. Hoge winkelprijzen binnenland oorzaak wegtrekken bewoners. Vicepresident Ronnie Brunswijk uit de bezorgdheid over de hoge levensonderhoudskosten in het binnenland, wat bewoners naar buurlanden en de kuststreek doet verhuizen. Er is behoefte aan overheidsmaatregelen om het leven in het binnenland betaalbaarder te maken. Suriname zal worden aangeklaagd voor mensenrechten schendingen. Advocaat Milton Castelle kondigde aan dat Suriname aangeklaagd zal worden voor mensenrechten schendingen wegens de langdurige preventieve hechtenis van vijf verdachten in de Pekin-Saron case. Er is kritiek op de slechte omstandigheden en de oneerlijke rechtsgang. Brunswijk moet steeds het varkentje wassen. Vicepresident president Ronnie Brunswijk klaagt over het feit dat hij regelmatig zelf moet betalen voor het vervoer van leerkrachten naar het binnenland vanwege gebrek aan overheidssteun. Hij roept op tot betere planning en anticipatie van de regering. Regering spreekt taal van Nederland. Er is onenigheid tussen de regering en delen van de Nationale Assemblee (DNA) over de inbeslagname van 19,5 miljoen euro door het Nederlandse Openbaar Ministerie. De oppositie beschuldigt Nederland van politieke inmenging, terwijl de regering stelt dat het een commerciële zaak betreft. Vragen over naamsverandering en paspoort Bordeaux blijven onbeantwoord. Er is kritiek op hoe Joel Bordeaux Martinez een naamsverandering en paspoort kon verkrijgen terwijl hij gezocht werd door justitie. Minister Albert Ramdin kon geen details geven over de processen en verwees naar het Openbaar Ministerie. Suriname gaf onjuiste informatie. Pekin-in-Saron-incident aan advocaat Milton Castelle betoogde dat Suriname onjuiste informatie heeft gegeven aan de OAS over het Pekin-Saron-incident. Castelle roept op tot een onafhankelijk en rechtvaardig proces. Minister McAndrew maakt kennis met nieuwe Chinese werkgeversvereniging. Minister Steven McAndrew van Arbeid heeft kennis gemaakt met de Chinese vereniging Wenzhou Suriname. Er zijn discussies over uitdagingen zoals taalbarrières en naleving van arbeidswetgeving. EBS werkt op JA Weidebosbrug. NV Energiebedrijven Suriname, EBS, zal werkzaamheden uitvoeren op de JA waaronder het vervangen en beveiligen van kabeldeksels. Ik ben Norma en wens u een fijne luisterstemming toe. Politiek Ramsekoel aan NDPers, ik denk dat jullie je liever bezig moeten houden met roadshows die ook niet goed gaan. Paramaribo. Tijdens een recente vergadering in de Nationale Assemblee van Suriname DNA op 7 juli 2024 heeft Kishan Ramsukul, parlementariër voor de VHP, Verenigde Hervormingspartij, scherpe kritiek geuit op de NDP, Nationale Democratische Partij. Ramsukul merkte op dat de leden van de NDP, volgens hem, de laatste personen zouden moeten zijn die kritiek uiten op de manier waarop de huidige regering onder leiding van Santoki en Brunswijk functioneert. Dit naar aanleiding van de behandeling van de ontwerpwet tot wijziging van de deviseregeling 1947. Ramsukul gaf aan dat hij zich als parlementariër soms afvraagt hoe sommige van zijn collega's van de NDP het in hun hoofd kunnen halen om bepaalde vragen te stellen en kritiek te leveren. Tijdens de behandeling van deze wet, die al geruime tijd bestaat, hebben NDP-parlementariërs op verschillende punten kritiek geuit. Ramsukul bekritiseerde dit door te wijzen op het feit dat de NDP, toen zij zelf tussen 2010 en 2020 aan de macht was, soortgelijke problemen niet heeft aangepakt of opgelost. Hij stelde dat de NDP-leden zich beter zouden kunnen concentreren op hun roadshows, die volgens Ramsukul niet goed verlopen. Hij suggereerde dat de NDP misschien iets van de huidige regering kan leren op dat gebied. Ramsukul vroeg zijn NDP-collega's waarom ze niet eerder, gedurende hun regeringsperiode, de problemen die ze nu bekritiseren hadden aangepakt en de wet toen niet hadden aangepast. Hij benadrukte dat het werkelijk desastreus is wanneer het wisselkoersbeleid zodanig is dat gewone mensen geen valuta kunnen kopen of in lange rijen moeten staan om dit te doen. Dit heeft volgens Ramsukul geleid tot de huidige problematische situatie in het land. Parlementariër Carto streeft naar tweede termijn en waarschuwt kiezers. Paramaribo, Evert Carto, parlementariër voor Perjaya Luhur, heeft zijn ambitie uitgesproken om nog een termijn als parlementariër te vervullen. Carto, die bij de laatste verkiezingen in Commonwijnen met 1459 stemmen werd gekozen, heeft aangegeven dat hij als volksvertegenwoordiger het gevoel heeft dat hij nog veel meer kan bijdragen aan de samenleving. Of zijn naam opnieuw op de kandidatenlijst zal staan voor de komende verkiezingen in 2025, is op dit moment echter nog niet bevestigd. Tot nu toe zijn vier van de kandidaten bekendgemaakt die zich opnieuw zullen verkiesbaar stellen onder de ABOP, Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij en PL, die in 2025 een lijstverbinding zullen aangaan. Deze kandidaten zijn Ronnie Brunswijk, Paul Somoharjo, Bronto Somoharjo en Mones Nazarali. Carto heeft de Surinaamse kiezers aangespoord om kritisch te zijn en niet te trappen in de beloften die door verschillende politieke partijen en politici worden gedaan. Hij benadrukte dat kiezers zorgvuldig moeten kijken naar de kandidaten op de lijsten, omdat veel van deze kandidaten na hun verkiezing niet meer bereikbaar zijn voor het volk. Dit onderstreept de noodzaak voor een bewuste en geïnformeerde kieskeuze. Voertuig op zijn zijna aanrijding in Paramaribo Noord. Paramaribo, op 7 juli 2024, rond 11.30 uur, heeft zich een verkeersincident voorgedaan op de hoek van de Ametitstraat en de Picassostraat in Paramaribo Noord. Een voertuig is door de aanrijding op zijn zij terechtgekomen. De exacte oorzaak van de aanrijding is nog niet vastgesteld. Gelukkig zijn er geen persoonlijke letsels gerapporteerd. De Surinaamse politie heeft het voorval in onderzoek genomen nadat een melding was ontvangen. Beide betrokken voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen en zijn door een sleepdienst afgevoerd. Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze oorzaak van het ongeluk was en of er verkeersfouten of andere factoren aan de aanrijding ten grondslag lagen. Automobilist let niet op bij afslaan en rijdt bromfiets aan. Paramaribo, op de Indira Gandhiweg in Suriname heeft zich op 7 juli 2024 een aanrijding voorgedaan tussen een Toyota Fiets en een bromfiets. Het ongeluk vond plaats rond 11 uur ter hoogte van Bagu's Car Center. Bij de aanrijding raakten twee jonge mannen gewond en werden per ambulance naar de spoedijzende hulp van het ziekenhuis gebracht. De automobilist die aan het afslaan was naar een inrit, verleende geen voorrang aan de bromfietser waardoor deze werd aangereden. De bestuurder van de bromfiets en zijn passagier, beide neven van 20 en 21 jaar oud, liepen letsel op door de botsing. De politie heeft het incident in onderzoek genomen en zal moeten vaststellen of er sprake was van verkeersfouten of andere factoren die bijgedragen hebben aan het ongeluk. Man op straat doodgeschoten. Na woordenwisseling, Paramaribo. Een tragisch voorval vond plaats op 6 juli 2024, waarbij een woordenwisseling tussen twee mannen op de hoek van de schietbaanweg en de Sint-Alfonsiusstraat uitmondde in een fatale schietpartij. Na de woordenwisseling stapten beide mannen in hun voertuigen en reden weg, waarna de situatie escaleerde. De bestuurder van een terreinwagen, Landcruiser, werd door de bestuurder van een personenwagen ingehaald. Na een korte confrontatie op straat opende bestuurder van de terreinwagen het vuur op de andere man. Hulpdiensten werden snel ingeschakeld, maar konden alleen nog constateren dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde. De dader is door de Surinaamse politie aangehouden en een grondig onderzoek naar de omstandigheden van de schietpartij is gestart. Goudzoeker springt in waterput om aanhouding te voorkomen, verdwijnt in diepte. Op de avond van 6 juli 2024, heeft een goudzoeker een wanhopige poging gedaan om arrestatie te vermijden door in een waterput te springen bij een goudmijn in Suriname. Het voorval vond plaats rond 23 uur bij de Royal Mine, waar een groep goudzoekers, ook wel porknokkers genoemd, actief was. Toen de Surinaamse politie arriveerde, probeerden de goudzoekers te vluchten. Twee van hen werden snel aangehouden, maar een derde man sprong in de waterput in een poging te ontsnappen. De politie zag de man in de diepte verdwijnen en heeft sindsdien geen tekenen van leven meer kunnen opvangen. De identiteit van de vermiste goudzoeker is nog niet vastgesteld en het onderzoek naar zijn verdwijning wordt voortgezet. Verpleegkundige Michandelt vriendin en neemt gramoxone in. Paramaribo, in Nickery vond op 6 juli 2024 een schokkend incident plaats, waarbij een 41-jarige verpleegkundige van het Mungra Medisch Centrum, MMC, betrokken was. De man, genaamd AS, heeft zijn collega en vriendin zwaar mishandeld, wat resulteerde in ernstige verwondingen bij het slachtoffer. Na de mishandeling nam de verpleegkundige Gramoxone, een dodelijk verdelgingsmiddel. Na het incident was de man enige tijd onvindbaar voor de politie, totdat hij rond 19 uur werd aangetroffen nabij de Clara Sluis. Hij was in kritieke toestand en werd per ambulance overgebracht naar het MMC, waar hij later is overleden. De gemeenschap in Nickerie is diep geschokt door deze gebeurtenis. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden rondom zowel de mishandeling als de zelfmoordpoging van de verpleegkundige. Tienermeisjes gewond bij aanrijding tussen scooter en bromfiets op MLK-weg. Paramaribo. Op 6 juli 2044, omstreeks 03 uur, heeft zich een verkeersongeval voorgedaan op de Martin Luther Kingweg in Suriname. Twee tienermeisjes die op een scooter reden zijn gewond geraakt na een aanrijding met een bromfiets ter hoogte van de Pierpontweg. De slachtoffers zijn met de ambulance naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen en zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. Een 47-jarige Surinaamse vrouw is dinsdag door de Braziliaanse politie op een busstation in Rio de Janeiro gearresteerd met meer dan 4 kilogram cocaïne. De drugs, met een waarde van ruim 8000 US-dollar, waren onder haar kleding verborgen. De vrouw was aangekomen vanuit São Paulo en verklaarde dat ze 1000 dollar zou ontvangen voor de bezorging van de drugs, maar gaf geen informatie over wie haar had ingehuurd. Ze woont al 12 jaar in Brazilië. Na haar arrestatie is de vrouw overgebracht naar een politiebureau en in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de zaak is nog gaande. Deze vrouw was eerder al gearresteerd voor internationale drugshandel en werd vorig jaar vrijgelaten na het uitzitten van haar gevangenisstraf. Passagier komt in bagagebakken terecht tijdens ernstige turbulentie. 6 juli 2024. Als je een vlucht maakt, is het uit voorzorg belangrijk om je veiligheidsgordel altijd vast te houden, vooral vanwege de mogelijkheid van luchtzakken. Luchtzakken zijn gebieden in de lucht zonder luchtweerstand, waardoor het vliegtuig tijdelijk zijn draagkracht verliest en kan vallen naar gebieden waar wel lucht aanwezig is. Dit kan leiden tot plotselinge, best heftige bewegingen van het vliegtuig. Tijdens lange vluchten zoals van Suriname naar Nederland is het risico groter. Passagiers die rondlopen tijdens turbulentie kunnen gevaar lopen, zoals het breken van hun nek of andere verwondingen door de plotselinge daling. Dit gebeurde ook op een recente vlucht. Begin deze week werd een Air Europa vlucht naar Noordoost-Brazilië omgeleid vanwege ernstige turbulentie, waarbij ongeveer 40 mensen gewond raakten. Vier van hen werden opgenomen op de intensive care. Passagiers gaven aan dat de Boeing 787-9 Dreamliner. Met 325 passagiers aan boord plotseling begon te dalen. Mensen die hun veiligheidsgordels niet om hadden werden door de lucht geslingerd en raakten gewond. Een man kwam zelfs vast te zitten in de bagagebakken boven de stoelen. Hij werd met behulp van andere passagiers weer uit de bakken gehaald, zoals te zien is in de onderstaande video. Air Europa heeft bevestigd dat zes mensen nog in het ziekenhuis van Natal liggen en worden bijgestaan door grondpersoneel uit Brazilië en Spanje. Staatsolie investeert in gezondheidszorg via Nationaal Herstelplan Zorg. Paramaribo, Staatsoliemaatschappij Suriname NV, heeft recentelijk een aanzienlijke investering gedaan in de gezondheidszorg door middel van de Staatsolie Foundation for Community Development. Deze investering omvat drie belangrijke projecten die zijn uitgevoerd in samenwerking met het Diakonessenhuis. Staatsolie heeft een bedrag van maar liefst 1 miljoen USD toegewezen aan het Nationaal Herstelplan Zorg, een initiatief dat gericht is op het verbeteren van de gezondheidszorginfrastructuur in Suriname. De gefinancierde projecten omvatten onder andere de aanschaf van geavanceerde medische apparatuur voor zowel kinder- als oncologische zorg. Tevens is er geïnvesteerd in een geavanceerd operatiesysteem dat bedoeld is om de kwaliteit en efficiëntie van chirurgische ingrepen te verbeteren. In totaal heeft Staatsolie het budget verstrekt voor 24 projecten verspreid over verschillende gezondheidsinstellingen in Suriname, waarmee een brede impact op de gezondheidszorg in het land wordt beoogd. Opschone Saramaka-kanaal verloopt vlot. Paramaribo, het project voor het schoonmaken van het Saramaka-kanaal verloopt volgens minister Riyad Nurmohamed bijzonder voorspoedig. Dit project, dat wordt gefinancierd door een lening van 35 miljoen USD van de Wereldbank, heeft als hoofddoel het verbeteren van het kanaalsysteem om zo overstromingen in het gebied van Groot-Paramaribo te voorkomen. Minister Nurmohamed, samen met het aannemingsbedrijf Infra International NV, verwacht dat het project tegen het einde van deze maand zal worden afgerond. Het opruimen van het kanaal zal niet alleen bijdragen aan de preventie van overstromingen, maar ook de algehele waterkwaliteit en infrastructuur in het gebied verbeteren. Alice Amafo herkozen als voorzitter van Paramaribo. Alice Amafo heeft onlangs de herverkiezing tot voorzitter van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie, VD, ondergaan. In haar herverkiezing bekritiseerde Amafo de traditionele politiek waarbij zij de achteruitgang die deze politiek heeft veroorzaakt onder de aandacht bracht. Amavo benadrukte dat de VVD een duidelijke koers voor vernieuwing wil uitzetten. Het nieuwe bestuur van de partij, dat door Amavo is aangesteld, bestaat uit F. Abori, H. Pinas, R. Koudemoesou, C. Clemens, C. Scheltz en John Bray. De herverkiezing van Amavo markeert een nieuwe fase voor de VVD, met een focus op vernieuwing en verandering in het politieke landschap. Adhin vindt oneerlijke registratie voor compensatie landbouwers onacceptabel. Nickery, Chetram Adin, de ondervoorzitter op uitbreiding Groot-Henaar 1 en 2, heeft zijn onvrede uitgesproken over het fenomeen waarbij sommige landbouwers zich onterecht registreren voor compensatie zonder daadwerkelijk ingezaaide gewassen te hebben. Deze oneerlijke praktijken benadelen de echte landbouwers die recht hebben op compensatie. Adin heeft de regering aangespoord om een grondig onderzoek te doen naar de uitgifte van subsidies en ervoor te zorgen dat alleen de rechtmatige landbouwers worden gecompenseerd voor hun verliezen. Dit zal helpen om de integriteit van het compensatiesysteem te waarborgen en recht te doen aan de werkelijke slachtoffers. Hoge winkelprijzen binnenland, oorzaak wegtrekken bewoners. Sara Maribo, vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft zijn bezorgdheid geuit over de hoge kosten van levensonderhoud in het binnenland van Suriname. Deze hoge kosten dwingen veel bewoners om naar andere gebieden, zoals buurlanden en kuststreken, te verhuizen in zoek naar betaalbaardere levensomstandigheden. Brunswijk benadrukte de noodzaak voor de overheid om financieel in te grijpen en middelen beschikbaar te stellen om het leven in het binnenland draaglijker te maken. Hij pleitte voor beleidsmaatregelen die de kosten van levensonderhoud verlagen en de economische situatie van de bewoners verbeteren. Suriname zal worden aangeklaagd voor mensenrechten schendingen. Advocaat Milton Castelen heeft aangekondigd dat Suriname wordt aangeklaagd voor mensenrechten schendingen. Deze aanklacht betreft de langdurige preventieve hechtenis van vijf verdachten in de zogenaamde Pekin-Saronzaak. Castelen bekritiseerde de erbarmelijke omstandigheden waaronder de verdachten worden vastgehouden en de oneerlijke rechtsgang die zij ervaren. Hij roept op tot een transparant en rechtvaardig proces om de mensenrechten van de betrokkenen te waarborgen en gerechtigheid te dienen. 81-jarige man beroofd en geslagen. Paramaribo, een 81-jarige man uit leiding 20, is recentelijk slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. De daders, die gewapend waren met vuurwapens, hebben het slachtoffer beroofd van een aanzienlijk bedrag, namelijk SRD 20.000 USD 900 en 800 euro. Tijdens de overval werd de oudere man zwaar mishandeld, wat resulteerde in een hoofdwond. De politie heeft een onderzoek geopend naar de zaak, maar op dit moment zijn er nog geen verdachten aangehouden. Brunswijk moet steeds het varkentje wassen. Paramaribo. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zijn frustratie geuit over het feit dat hij regelmatig uit eigen zak moet betalen voor het vervoer van leerkrachten naar het binnenland. Dit gebeurt door een gebrek aan financiële steun van de overheid. Brunswijk heeft opgeroepen tot duurzame planning en anticipatie door de regering om ervoor te zorgen dat het onderwijs in het binnenland adequaat wordt ondersteund. Hij benadrukte de noodzaak van een systematische benadering om de uitdagingen in het onderwijs te overwinnen. Regering spreekt taal van Nederland. Paramaribo. Er is een aanzienlijk conflict ontstaan tussen de regering en bepaalde leden van de Nationale Assemblee, DNA, over de kwestie van de inbeslagname van 19,5 miljoen euro door het Nederlandse Openbaar Ministerie. De oppositie beschuldigt Nederland van politieke inmenging, terwijl de regering beweert dat dit een zaak betreft tussen commerciële banken en het Nederlandse Openbaar Ministerie. Deze oneenigheid heeft geleid tot een verhitte discussie over de implicaties van de inbeslagname en de rol van Nederland in deze kwestie. Vragen over naamsverandering en paspoortbordo blijven onbeantwoord. Paramaribo, er heerst kritiek over de wijze waarop Joel Bordo-Martinez een naamsverandering en paspoort heeft verkregen, ondanks het feit dat hij door justitie werd gezocht. Minister Albert Ramdin heeft geen gedetailleerde informatie kunnen verstrekken over de procedures die hierbij betrokken waren en heeft verwezen naar het Openbaar Ministerie voor verdere uitleg. Deze situatie heeft geleid tot vragen over de transparantie en integriteit van het proces rondom identiteitsveranderingen en documentverstrekking. Suriname gaf onjuiste informatie pikin saron incident aan OIS. Paramaribo, advocaat Milton Castelle, heeft betoogd dat Suriname onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Organisatie van Amerikaanse Staten, OIS, met betrekking tot het pikin saron incident Volgens Castellen zijn er onterecht meldingen gedaan van de moord op vier agenten, wat niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Castellen roept op tot een onafhankelijk en eerlijk proces om de ware feiten aan het licht te brengen en recht te doen aan de betrokkenen. Minister MacAndrew maakt kennis met nieuwe Chinese werkgeversvereniging. Paramaribo Minister Steven MacAndrew van Arbeid heeft een ontmoeting gehad met de Chinese vereniging Wenzhou Suriname. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende uitdagingen besproken, waaronder de taalbarrière en de naleving van de arbeidswetgeving door Chinese bedrijven. Mac Andrew benadrukte het belang van goede inductieprogramma's voor buitenlandse arbeidskrachten om problemen in de werkrelaties te voorkomen en de naleving van de arbeidsnormen te waarborgen. EBS werkt op J.A. Weideboschbrug. Paramaribo, de NV Energiebedrijven Suriname, EBS is gestart met werkzaamheden op de J.A. Weideboschbrug. Deze werkzaamheden omvatten het vervangen en beveiligen van kabeldeksels om de infrastructuur van de brug te verbeteren en de veiligheid van de gebruikers te waarborgen. Het project is een onderdeel van de bredere inspanningen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de energievoorziening en infrastructuur in het land te verbeteren. NDP'ers Abrahams, Simons en Boetersen bundelen krachten tegen de regering. Op 6 juli 2024. De Nationale Democratische Partij NDP zet vol in op verkiezingswinst voor 2025. Ingrid Bouterse waldring voormalig First Lady, benadrukte tijdens de viering van het 37-jarig bestaan van de partij dat de NDP weer een presidentskandidaat zal leveren. Deze viering vond plaats met een roadshow en bijeenkomst in het partijcentrum Oosser. Ramon Abrahams, waarnemend voorzitter. En Jennifer Geerling Simons, ex-parlementsvoorzitter, beide geïnteresseerden in het voorzitterschap, benadrukten de noodzaak van een gezamenlijke strijd om terug aan de macht te komen. Ze legden de nadruk op het belang van eenheid tussen de diverse etnische groepen in Suriname. Abrahams wees op de oplopende etnische spanningen in het land en stelde dat de situatie zelfs ernstiger is dan voor de kou van 1980. Hij benadrukte dat alle democratische middelen ingezet moeten worden om de huidige regering, bestaande uit de VHP en ABO, te verdrijven. Tijdens de bijeenkomst kwamen Abrahams, Simons en Boeters samen op het podium om de eenheid binnen de partij te tonen. Volgens de NDP heeft de VHP en ABO het Surinaamse electoraat misleid en is er misbruik gemaakt van social media en nepnieuws. Op 13 juli zal de NDP een vervanger kiezen voor de nog steeds voortvluchtige Daisy Boetersen. De partij streeft naar een terugkeer naar het machtscentrum en gelooft dat alleen de NDP in staat is om echte ontwikkeling te brengen in Suriname. Kan Ingrid Bouterse de NDP leiden en haar man redden? Discussie over de toekomst van de NDP en Daisy Bouterse. Op 6 juli 2024. Imro, ik denk echt dat Ingrid Bouterse de enige is die Daisy Bouterse kan redden. Ze moet de nieuwe voorzitter van de NDP worden. Alleen zij kan de partij bijeenhouden. En voorkomen dat Daisy helemaal uit de picture verdwijnt, zoals Jules Weidebosch na zijn ontslag. Imro, ik twijfel, Hugo. Boutersen heeft jarenlang zijn mensen getraind en zijn ideologie verspreid. Het maakt niet uit wie voorzitter wordt, de loyaliteit binnen de partij is sterk genoeg om hem uit de gevangenis te houden. De partij verkeert nu in chaos met veel interne conflicten. Alleen Ingrid heeft de invloed en connecties om nieuwe vrienden te maken en de loyalisten te verenigen. Imro, misschien onderschat je Bouters' invloed binnen de NDP. Zijn ideologie en strategieën hebben diepe wortels. Iedereen weet wat hij heeft opgebouwd en zijn invloed is diep geworteld. Toch kan Ingrid als partijvoorzitter nieuwe connecties maken, partnerschappen herzien en allianties smeden. Ze heeft een belangrijke troefkaart. Imro, desondanks geloof ik dat Bouters' invloed groter is dan die van zijn vrouw. Zijn ideeën en strategieën zijn stevig verankerd binnen de partij. Misschien heb je gelijk, maar in tijden van crisis wordt vaak familie ingeschakeld als laatste redmiddel. Alleen de tijd zal leren welke koers de NDP uiteindelijk zal volgen. In ja, de toekomst blijft onzeker, maar de strijd om de NDP en de vrijlating van Bouterse is nog lang niet voorbij. Inderdaad, de tijd zal het uitwijzen. NDP, NPS en BEP starten antifraudeplatform voor verkiezingen. Op 6 juli 2024 hebben de NDP, de NPS en BEP hebben het initiatief genomen voor de oprichting van een antifraudeplatform in verband met de verkiezingen van 2025. Dit platform is bedoeld om alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen uit te nodigen. Het doel van het platform is om vermeende fraudegevallen te signaleren, zoals onterecht geregistreerde adressen. Het platform zal de bevindingen doorgeven aan de regering en de commissie in de Nationale Assemblee die toezicht houdt op de verkiezingsorganisatie. Het platform zal ook aandacht besteden aan fraude bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de kiezerslijsten, de verkiezingsdag en de telling van de stemmen. Politieke partijen, maatschappelijke groeperingen en andere delen van de samenleving worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij het antifraudeplatform voor eerlijke en transparante verkiezingen. Hulp gevraagd voor Vanessa. Kan een gerenommeerd bedrijf haar dak repareren? Op 6 juli 2024, inwoners van Paramaribo hebben tijdens een gesprek met een redactrice van Dagblad Suriname aangegeven dat ze veel hebben verloren door de regen. Vanessa, een alleenstaande vrouw, zegt dat ze zes bakken in huis moet plaatsen om het water op te vangen tijdens regenbui. Ze vindt het moeilijk om te bouwen of te renoveren vanwege haar beperkte inkomen. Vanessa verkoopt snoepjes, ijsjes en spullen uit Nederland en maakt kleding en gordijnen op bestelling. Ze probeert het te redden, maar haar inkomen is onvoldoende om de schade aan haar huis te verhelpen. Ze hoopt dat er veranderingen komen in de prijzen van bouwmaterialen en levensmiddelen, zodat ze iets kan opbouwen voor haar kinderen. Ze vraagt zich af hoe gezinnen met een laag inkomen kunnen overleven en pleit voor verbeteringen in de levensomstandigheden van de minder bedeelden. Tot slot een oproep voor voorzichtigheid in het verkeer. Tot nu toe zijn er al 34 verkeersdoden dit jaar. Wees voorzichtig, ook al heb je voorrang. Stop even en kijk goed om je heen. Wees aardig tegen andere weggebruikers en geef hen een kans. Blijf positief en sterk. Suriname. Ik ben Norma voor RTV48. Vergeet niet om te liken en te abonneren voor dagelijks nieuws.